Ja, Gert, we staan hier kort na de start. En ja, een truc doormidden. Ja, inderdaad. Helemaal doormidden gebroken. Chassis helemaal doormidden. Een duim verkeerd dichtgeschaard. Zit op 6 of 7 kilometer nu. En gewoon verkeerd dichtgeschaard. Door de schaduw zie je eigenlijk niet dat er zo'n hoge duin zit. Dat wisten we, want dat hadden we bij de start nog besproken. Van wel op blijven letten. Ja, dan de eerste grote duin knetteren we in. Op volle snelheid en dan, nou ja, bijna of je tegen een muur aan rijdt. Ja, inderdaad. En ik had het ook pas in de gaten toen we stil stonden. En, dus ook niet geremd, gewoon vol erin. Nou ja, dan is het logisch dat het chassis gaat scheuren. Die is helemaal midden doorgescheurd. Maar het is wel bijzonder dat wij als... dus die heeft heel veel impact gehad. De truck heeft heel veel impact gehad. Maar wij als crew eigenlijk helemaal niks. Dus nou ja, we waren ook direct... Oké, dit is klaar. Uitstappen. Dus dat is maar weer een teken dat het heel veilig is. En dat... ook Mario een veilige truc heb gebouwd en waar gelukkig geen letsel bij overblijft. Uiteindelijk het enige wat telt. Uiteindelijk gaat het daarom. Je wilt altijd zo hard mogelijk gaan, maar als er iets gebeurt, dan moet je ook eigenlijk vertrouwen hebben. En dat hebben we, dat het veilig is en dat blijkt maar weer. Het zal nog een klusje worden om hier weg te krijgen. Ja, we kunnen hem niet even recht zetten en lassen aan elkaar lassen. Dus nou ja, de stoortroepen zijn onderweg. We moeten nog 400 kilometer, geloof ik, dus we hebben nog wel even tijd. En ja, dan zal die naar beneden getrokken worden. En dan moet hij op de aanhanger richting Jeddah. En dan zit de Dakar 2022 voor ons erop. Ik denk dat we in ieder geval met regelmaat hebben laten zien dat we in die top 5, 6, 7 mee kunnen rijden. We hadden natuurlijk graag nog die top 10 willen bereiken. Maar ja, dat is na vandaag niet meer verder dan nooit. Dat is verder weg dan nooit. Op naar het volgende. We gaan naar de Dakar kijken hoe er wat. En dan zien we wel hier. Vandaag is eerst even kijken hoe we deze uit de duinen krijgen. Even laten bezinken. Even laten bezinken. Ik denk dat een goed moment is nu.